Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag is het voor een aparte video. Ik wil vandaag eventjes vijf uh, leuke, grappige commands laten zien, want uh, ik ben weer begonnen met mapmaking, dus ik ben helemaal weer in de command business. En ik was gisteren eventjes zo van, weet je, ik heb nu genoeg geleerd, even wat, wat uh, commands, wat prutsen. En ik had uiteindelijk wat uh, leuke commands hier uh, bedacht. Ik kan, uh, ja, ik ga nu uh, 5 laten zien, die ik wel uh, leuk vond. Dus ja, allereerst, even zo gaan... Je kunt de wereld trouwens downloaden vanuit de beschrijving. Allereerst even dit. Uh, dit is een soort van atoombom. Um, dit is het command. Ik summon een fireball. Uh, 20 blokken uh, boven me en 8 blokken die kant op. En uh, die heeft een explosiepower van 100. En die gaat naar beneden automatisch. Je kunt zien, dit is de X-richting, dit is de I-richting. En dit is de Z-richting. Waarbij als je F3 opent, is de, uh, is de groene is de I. De blauwe is de. Uh, Z en de rode is de x-richting. Dus laten we hem gaan spannen Nieuw. En we hebben hier een dikke explosie. We kunnen nu rebuilden. In één keer. Hiermee. Duurt een tijdje. En nog een keer. Nieuw. Dus we kunnen het gewoon zo mee. Hiermee kunnen we dus een dikke ja, atoombom als het ware bouwen. En we kunnen hem natuurlijk nog uh, krachtiger maken of minder krachtig, Bijvoorbeeld even 10. Kun je zien. Ook aardig groot al. Even herbouwen. Je kunt hem ook hoog zetten. Dus ik zie, je ziet nu even een video. van wat hij uh, zal doen als hij uh, 500 is. Je ziet een aardig grote explosie. Maar ja, nu naar de volgende. En die is echt nog leuker. Ik heb het al vaker keer gedaan in uh, Creative. Uh, je pakt een sneeuwbal. Hij staat nu al aan. Wat deze doet, hij, hij zoekt naar een uh, hij execute. Dus wat hij dan doet, hij voert de command uit. bij een speler of een entity. In dit geval, hij zoekt naar een sneeuwbal. Een entity, dat is schot dat ik sneeuwbaar gooi. Dat is dan een entity, daar zoekt hij naar. En daar voert hij het command uit: Summon Prime TNT. Twee blokken eronder. En die naar 1 uh, seconde ontplof. Van 20 tikjes 1 seconde. Dus die is aan. En let's go. En dit wordt echt geweldig. Wow! Ik moet even updaten dat ding. Of is dit button. Uh... Ja, de lever is er afgebroken. Damn Ik kan dan beter. Uh is dus opnieuw dan. Want, uh, ik kan ook doen dat hij always active is, dat is een beter idee. Kijk eens. Als ik hem recht gooi, dan kan hij wel uh, meerdere spannen. Kijk eens aan. En ik ga natuurlijk ook uh, met arrows hetzelfde doen, dus kan ik kan bijvoorbeeld eventjes dit veranderen naar type is arrow. Dus zo. Dan even een boog pakken en ik schiet even één kun je zien. En dat kun je dus bij elk entity kunnen doen. Ik moet eventjes nu uh, de ding uh, weghalen. Elke entity in de wereld. Kijk, okay, waren blijkbaar geen entities meer. Dat is mooi. Even rebuilden. Bloep. In één keer is het terug. Gewoon met een fill command. En ja, dat kun je met elk entity als het ware doen. Dus elke die je hier ziet staan. Daarbij kan je het uitvoeren. Dus je hebt dus uh, elke mob als het ware, elke minecart, elke XP orb die je laat vallen. Uh, dus ook bijvoorbeeld. Uh, ja, je kunt alles doen. Dus hier zie je, 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 je snowball. Hier een item. Je kan ook een. Uh, een Throne XP bottle doen. Dus als ik. Um, dat even dan weer intyp. Dat kan dus ook. Throne XP bottle. Dan. En ik pak dan een XP bottle. Kun je zien. Daar werkt het ook bij. Heb je iets meer golfbeweging Nyaa. Zie je? Dus eigenlijk werkt in feite. Waar bij elk entity best wel grappig. Dus ja, nu het volgende. En dat is meer een uh, soort van uh, disco uh, ding. Ik loop trouwens niet op uh, barrier blocks. Dus daarom zie je helemaal niks onder mij. Dat is echt superhandige dingen. Uh, dat is dit. Kijk eens aan. Gewoon een dikke disco. En dat kun je krijgen door middel van een particle te doen. En nou red dust te nemen. Uh, twee blokken hierboven. Dit is gewoon x, y, z relatieve richting. En dit betekent dan uh, de snelheid. Of uh, de, de, de relatieve uitwijking. En dit is dan de snelheid. En dit is dan het aantal particles. En dit genereert dus ja, een soort van disco. Maar je kunt ook met één kleurtje doen. Dus ik heb in ieder blauw. Hier heb ik rood. Hier heb ik uh, een soort van grijs, donker, gewoon poepkleur. Uh, hier is groen. Hier is geel. En hier is gewoon roze. Uh, ik krijg blauw. Door middel van dit te voeren. Min 1, min 1, 1. Dit zijn trouwens dan uh, de, red, de, 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 de dx, de di en dz. Als ik bijvoorbeeld particle hier eventjes intype Of uh, help particle. Kun je zien. De xd, id en zd. Dat zijn die getallen die je moet aanpassen voor de kleuren. Nou, 0000 0, 0, 0 is gewoon uh, rood, de mannelijke kleur. Min 1-1-0 min is deze rare kleur. Min 1-1-0 is deze. Dan hebben we 0, 1, 0 is deze. En als laatste um, 001. En ik wacht nu, af, wat zal dit eigenlijk worden? 0. Ik denk gewoon rood. Ja, dat wordt gewoon rood. En wat kun je dit toch even doen? Die heb ik al. En heb ik deze al of mij niet? Dat wordt gewoon weer roze. Aha! Dus ja, en dan nu nog eentje. Dat is ook wel leuk. Dit is een. Uh, dit is een spand. Een creeper die een bed bereikt. Alleen de bed zelf zie je niet. Dus hier komt eigenlijk een vliegende creeper vanaf. Dit command werkt alleen in Minecraft 1.9 snapshots. Als je uh, in 1.8 zet, moet je het volgende doen. Dan moet je summon doen. Summon creeper. Gewoon op jouw coördinaten. Dat betekent uh, de coördinaten waarvoor waar het command wordt uitgevoerd. Uh, Accolade, Riding, Doelpunt. Oh. Uh, ID, bed. Dan moet je dit doen. Dan werkt hij in 1.8. Volgens mij is dit het command, weet ik het zeker. Alleen nu moet je het anders doen. Dan moet je juist um, welke passagier de bed heeft. En dat is dan hier: passenger is een creeper. En je kunt zo te zien aan uh, de bracket kun je meerdere doen. Dus ik kan ook zomaar uh, hierbij uh, nog meer doen. Dus uh, een, een zombie bijvoorbeeld kan ik er nog bij doen. Wel goed, typen, Tom. zo. En de bed zelf heeft de invisibility potion. Active Effect uh, 14 is invisibility die altijd uh, aanstaat en uh, geen particles vertoont en laten zien. Zie je Wat krijg je dan? Ik kan natuurlijk de zombie over weghalen. Dus even die weghalen, die zombie. En dan krijg je alleen maar een uh, vliegende creeper. Lekker aan? Gewoon een vliegende creeper. Hoe geweldig is dat? Hoe geweldig is dat mensen? Dit is, dat is echt geniaal. En die zombie gaat ondertussen dood. Ik kan ook bijvoorbeeld een, uh, een andere mob gebruiken. Wat dacht je van. Um, een blaze? Zie je? Kijk, Randy die blaze beweegt. Gaat alleen een beetje dood. Maar ja, eventjes allemaal we weer doden. Alle mobs hier. Zo. En dan nu het laatste command: dat is een item summonen. Die nooit despawnt. Dus als ik dit doen. Deze gaat na 5 minuten die is Dat zo is altijd zo als je een item op de grond gooit. Net als deze. Dit item. zal nooit die En je kunt hem nooit oppakken. Dus ik doe summon item. Gewoon één blok boven command Blok. En dan. Het, natuurlijk, item zegt natuurlijk helemaal niks. Als ik bijvoorbeeld summon item doe. zie je er eigenlijk stone. Want stone is het eerste item. met het, het, het laagste idee. Als ik dan dit nog doe. Dus uh, summon. Item, op mijn kort. Oh, niet item frame. Item op mijn coördinaten. En doe dan item. Die uh, data tag. Dan kan je dus bepalen welk item je hebt. Nou, ik heb item ID gedaan. Diamond Sword. En ik heb nog een tag gegeven dat hij een enchant heeft. Maar dat maakt niet heel veel uit, want dan is iets eventjes glimmend geworden. Dus ik de age, de leeftijd van het ding. Op min uh, 32.768. En dan, dat is uh, 2 tot de macht 32. Dacht ik? Ja? Uh, in het uh, negatief dan. Dan kan ik hem no Kan ik dus nooit die En dan met pick-up delay. Met dit getal kun je hem dus nooit oppakken. Dat is wel heel erg awesome. Dat even laten zien. Poink. Dit zwaard zal nooit verdwijnen. Ik heb dat heb altijd staan. Ook als 5 minuten verstreken. En ik kan hem nooit oppakken. Kun je zien. Ik ga een survival. Ik ga deze. Ik ga een, uh, deze. Ho. Oh. Zie je? Ik kan hem nooit oppakken. En. Dan ging het regenen. Maar dat is gewoon. Uh, dat ik een. Uh, andere game mode ging volgens mij. Of ik in een blok ging zitten. Dat was apart. Ook hierdoor. Dat huh. is raar. Oké. Okay. Dus ja, er waren vijf grappige commands: een uh, atombom ding. Een, uh, ja, een snowball, een arrow die uh, explosies achterlaat. Uh, wat disco-verlichting die je gewoon uh, zo kan installeren. In een uh, custom map. Je kunt ook bijvoorbeeld doen dat de command blocks ergens. Gewoon dat je echt coördinaten heeft voert of uh, dat hij nog hoger zit. Zie je ze aan. Kijk eens. Kun je gewoon mooi veranderen. mee spelen en zo. Ik heb de kleuren natuurlijk veranderen. En we hebben dus een. Uh, een uh, vliegende creeper of een blaze. Of. Uh, weet ik veel. Ik kan nog even één grappig ding doen. Wat dacht je. Uh, een. Giant zombie. Voor mij het een, heet die zo. Ik weet het zeker. Summon. Uh, oh, gewoon Giant is het in uh, de code. De Summon Giant. Kijk eens aan. Ah, kijk zo schattig. Helemaal aan het vliegen. <laughs> en natuurlijk nog een uh, on item. Die je kan gaan veranderen door het idee hierachter te veranderen. Naar bijvoorbeeld, uh, ja, uh, bijvoorbeeld rod Die ook enchanted is in dit geval. Zie je? Een enchanted rod die je nooit kan oppakken. Dus ja mensen, bedankt voor het kijken. Je kunt uh, commands in de beschrijving vinden. Met nog uh, nadere uitleg. En je kunt de map downloaden natuurlijk. En dan bedankt voor het kijken. En tot de volgende Kýr?